Er zijn bepaalde momenten dat je echt zegt van... This is the moment. This is the day. Dat bedoel ik juist. Nou... Dat is een mooi moment. Dat is een heel mooi moment. This is the moment. Dus ik hoop ook dat andere mensen even willen luisteren en stil willen zijn. Want het is om toch maar even op het moment zo ver te gaan komen. Ja. Waarover je zijn met z'n allen vanavond. Dat is toch die uitdaging eigenlijk nu. En een soort van Italiaanse droom die nu gaat verwezenlijken. Ja? Kan je daar iets over vertellen? Ja, je zou bijna zeggen, wat haal je eigenlijk weer in je hoofd om Italiaans te gaan zingen? Ik zing natuurlijk vrij veel liedjes van andere talen. Ik ben Spaans natuurlijk, uiteraard omdat ik op Curaçao geboren ben. Dus ben je heel erg veel in Spaans in contact. Vervolgens Papiamento zing ik ook. Nederlandstalig heb ik ook een prachtige nummers opgenomen. Nou ja, goed, dan komt er iemand, de heer Santacone, Giovanni Santacone, die mij dan had gezien in het programma van Harry Mens. En hij vroeg mij of ik een paar nummers van hem wilde luisteren. Ik heb die nummers geluisterd en het boeide me alle minuut. Ik denk, hé, hier zit wat in. Dus zodoende heb ik gezegd van laten we het opnemen om te kijken of dat wel wat is. En mijn producer, waar ik ook een prachtig hit mee heb gehad met Follow the Leader in het Spaans, Brett Groble, die heeft gezegd van Louis, wil je altijd een steun geven met die nummers? En we zijn de studio ingegaan en mee gaan stoeien. En er is iets heel bijzonders uitgekomen en daar zijn we mee bezig. En inmiddels hebben we een contract getekend voor 3 cd's. Dus dat gaat de goede kant uit. En hoe is je Italiaans? Ja, oh, poco, poco, no, molto, molto bene, però tutto mio amico parla bastante. Ja, we horen het wel, dus gaat ook goed. En in Italië opgetreden? Heb je wel eens een keer in Italië opgetreden? Ja, ik heb één keer ben ik in Rome geweest, heb ik een korte optreden gedaan. Maar ik zou je vertellen, Arend, als jij weet hoeveel Nederlanders allemaal met Italiaans te maken hebben, is onvoorstelbaar. Vanaf het moment dat ik met Italiaans ben begonnen, overal waar ik kom, zijn er altijd mensen die met Italiaans ook in Italië zijn geweest, of Italiaans spreken, of nou, echt heel veel. Nou, ik heb een tijdje terug Cornelia kennen en hij is in Italië geboren. Nee, niet geboren, maar wel van Italiaanse afkomst, hoor. Ah, oké. Okay. Dames en heren, Lou. Yes, we gaan een officiële handeling doen, want dat hoort er ook bij, hè? Ja. De onthulling van en de presentatie van je nieuwe single CD. Ja, okay. Dus ik wil graag naar voren vragen. Dies de Korte. Ja, meneer de Korte. Staat hier dankjewel. Hey Dies, hoe is het? Goed jongen. En dan gaan we met deze twee hele mooie aangeklede dames. Heel mooi aangekleed. Dan gaan we naar de achterkant van het schip. Oké. Okay. Music. Alright. Here we go. Ladies and gentlemen. Nou ja, mama Prem is dit en Dies. Wat denk je dat het zal zijn? Geen idee, maar laat ons verrassen. 5, 4, 3, 2, 1, en... Oh yes! Lou Prince. I love you, Italy. Sonio Italiano. Sonio Italiano, Dries. Waanzinnig bedankt dat je hier aanwezig mocht zijn en dit wilde doen voor mij. Uiteraard zijn de cd's ook aanwezig, dus die gaan wij zo gelijk naar voren halen. Ja, daar is die. Daar is de cd. Oké. Dies, ik vind het natuurlijk ook een eer om jou de allereerste exemplaar te mogen overhandigen. En ik hoop in het hele goede werk wat je altijd gedaan hebt en de ondersteuning in het artiestenleven ook zeker en zal blijven doen. Blijven we zeker doen. Want ik weet zeker, als het in jouw handen is, dan is het in ieder geval goed. Bedankt voor je waanzinnige inzet. Heel succes. Nou, dames en heren, even een applaus voor Dries. De Korte. De Korte. En helaas, Justine Pelbelay, die ook Lou een cd zou willen overhandigen,
Die is er helaas niet bij vanavond. Oh, dat is jammer. Ze is niet lekker. Dat is echt jammer. Maar goed. Dus, maar wel onze voorzitter, Gert Stubbe. Uiteraard. De Jerry. Alsjeblieft. En ik hoop dat ik nog vaker gezellig een liedje mag zingen voor je op de SC. Lou is natuurlijk ambassadeur van onze club en ik vind het fantastisch dat deze cd hier uitgereikt wordt. En ik wens je heel veel succes en uiteraard hoop ik dat je heel veel bij onze club zal zijn. Nou, dat weet ik zeker dat het zeker zal lukken. Maar ik wilde eigenlijk nog twee personen als het mag, Arend. Want Giovanni Santacone zelf is natuurlijk de schrijver. Giovanni? Staat hier aan mijn rechter. Giovanni, ween, por favor. Lieve mensen, deze kleine meneer die is Giovanni Santacone uit Sicilië. En hij is degene die de nummers heeft geschreven. Enkele van de nummers van de cd zijn 60 jaar geleden geschreven. En ja, hij heeft mij vertrouwd om die nummers te zingen. En daar ben ik ontzettend blij en dankbaar voor. Dus ik wil hem ook even een cd overhandigen. Giovanni, per te. Mille grazie. En uiteraard ben ik mijn producer Brad Grobler. Brad, are you right there? Please just hit the place right here. Brad, ook jij bedankt voor alle waanzinnige geduld wat je hebt gehad in de studio. Want even Italiaans zingen is natuurlijk niet zomaar. Ja, dan heb jij nog één plaats hier. Brad, this is yours, so. Even naast elkaar. Nee. Lou, dan mag ik even ook mededelen, dames en heren, dat dit natuurlijk ook allemaal mede is mogelijk gemaakt door onze fantastische sociëteit. Ja, en dat wij als SCR dadelijk, als men van boord afgaat, zeg maar een gesigneerde zelfs CD kunnen jullie allemaal meenemen. Ja. En zelfs de leden die vanavond tekenen om lid te gaan worden, ja, zeker, krijgen we maar. Is er een CD. Maar voordat we daar naartoe gaan, is er wel één persoon die ik heb uiteraard nooit mag vergeten. Dat is mijn lieve vrouw Linda. Kijk. Want elke dag dat wij de studio in waren en Giovanni die belde iedere keer op en dan kreeg ze Linda aan de lijn, dan zegt Linda, heb je die Giovanni weer, hè? Giovanni. Linda, ook voor jou de allereerste exemplaar. Waar ben je? Tuurlijk, moet even naar voren. Kijk eens aan! Nou, bedankt voor alle geduld. Al die uren studio wat we altijd hadden. Daar is hij. Even een foto andersom draaien. Even deze hier, even. Linda. Got it? Oké, ja. Dankjewel. Thank you. Nou, Lou, dan denk ik dat je er nu aan toe bent om wel iets te gaan zingen. I love you in my dreams. I never knew there was you. You're my queen, and you know that I will kiss only you. Springtime, my darling, wedding time, so we'll marry in June. When all those roses it grew, and I give one to you. I love you, you my world, you make my life so true. You're my angel, and you know, yes I do, I love only. La 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 la
darling, wedding time, so we're married in June. When all those roses, they grew, and I gave them all to you. I love you, you're my world, I never knew there was you. You're my angel, and you know, yes I do, I love only you. Dankjewel, Arend, ook waanzinnig bedankt uiteraard. Tu senza alcuna ragione te ne sei andata via da me. Io sto contando i tramonti mentre che sono in cerca di te. Intorno a me quanta malinconia, da che manchi tu. Dentro di me è un continuo tormento se non ci sei tu. Sole notti da solo non riesco a dormire, perché queste tue strane pazzie non riesco a capire. Ancora ti chiamerò finché mi sentirai, non mi lasciare, non so sta senza. Che hai presto ci arriverà, ma io voglio sperare ancora una volta che tu tornerai, a meno che vuoi ristartene sola per i fatti tuoi. Dimenticare il passato non è facile, sai. Perché